Welkom bij een nieuwe aflevering van Chemia.nl. Deze les maakt onderdeel uit van een serie lessen over colorimetrie. En vandaag gaan we kijken naar de wet van Lambert-Beer. Het is wel handig als je weet wat de theorie is van een spectrofotometer. En de link naar die les die zie je in de rechterbovenhoek. En daar zie je ook de link naar de les hoe je zo'n spectrofotometer moet bedienen. Colorimetrie, even nog een korte samenvatting. Colorimetrie, dus je meet kleuren. En met behulp van de kleur van een oplossing bepaal je de concentratie. En hoe hoger de concentratie, hoe donkerder de kleur. Dan zie je hier een aantal reageerbuizen met daarin opgelost kaliumpermanganaat. Die eerste vijf, daar weet ik precies hoeveel ik daarvan in heb gedaan. Dat heb ik zelf afgemeten. Die zesde buis heb ik gekregen van iemand anders en ik weet niet hoeveel daarin zit. Dan kun je op het oog wel zien dat die ongeveer tussen de tweede en de derde in moet zitten. Maar dat is natuurlijk niet nauwkeurig. Dus we moeten iets hebben om die kleur te meten. Dat gaan we doen met zo'n spectrofotometer. We hebben ook nodig een blanco. En een blanco is een vloeistof die alleen maar uit het oplosmiddel bestaat. Nou, dat kaliumpermanganaat heb ik hier opgelost in demiwater. De blanco heb ik hier niet bij staan, maar we hebben dus ook een buisje met alleen maar demiwater. Nou, heel kort nog die spectrofotometer. Je hebt een lichtbron. En met een monochromator stel je die in op een bepaalde kleur. De kleur die je nodig hebt bij deze kaliumpermanganaat. En dan ga je kijken hoeveel licht er doorheen komt. Hoeveel licht er doorheen komt, dat percentage, dat noemen we transmissie. En dus je meet de intensiteit na het monster en de intensiteit voor het monster. En als je keer 100% doet, dan krijg je percentages. Zonder 100% 0,25 bijvoorbeeld. Voor 25%. Je hebt ook extinctie, dat is juist hoeveel er wordt tegengehouden, hoeveel er wordt geabsorbeerd. En dus als je een hoge transmissie hebt, er komt veel doorheen, wordt er weinig geabsorbeerd. En hier zien we de vergelijking voor de extinctie. Meer uitleg hierover in die andere les. Nou, de wet van Lambert-Beer die zegt dat als je dat er een lineair verband zit tussen de extinctie en de concentratie. Met andere woorden, hoe geconcentreerder de oplossing, hoe donkerder de kleur, hoe groter de extinctie, hoe meer er wordt tegengehouden, en dat daar een lineair verband tussen zit. En dat zie je ook hier. De extinctie is gelijk aan een extinctiecoëfficiënt keer de lichtweg keer de concentratie. Nou, ik ga ze even langs. Die extinctie heeft geen eenheid. De extinctiecoëfficiënt is een stofeigenschap. Dus dat kaliumpermanganaat heeft een bepaalde extinctiecoëfficiënt. De D staat voor de lichtweg. En je kunt je misschien voorstellen, als je een bredere buis neemt, dan komen die lichtstralen meer deeltjes tegen, wordt er meer tegengehouden. Nou, die lichtweg is meestal 1 centimeter. En de concentratie, die meten we meestal in mol per liter. Die extinctiecoëfficiënt heeft ook een eenheid, maar die heb ik hier niet genoemd, want die is afhankelijk van de eenheden die je gebruikt bij lichtweg of concentratie. En dus die heb ik hier weggelaten. Maar die extinctiecoëfficiënt, dat is een vaste waarde, en die lichtweg, als je steeds 1 centimeter neemt, is dit ook een vaste waarde. Dus dat is een constant getal, bijvoorbeeld de A en de E, die zetten we straks op de y-as, en de concentratie zetten we op de x-as, en dan krijg je dus y is A maal x. En dus hebben we een lineair verband. Dat is de wet van Lambert-Beer. Nou, we gaan een eiklijn maken. Kijk, hier zie je nogmaals die vloeistoffen. Alleen dit keer heb ik ze in een cuvetje gedaan. Een cuvet, dat is het buisje wat je in het apparaat in de spectrofotometer zet. En hier dus nogmaals die vijf vloeistoffen die je aan het begin van deze les ook zag. En de onbekende in het zesde buisje. En deze valt dus ongeveer tussen die tweede en die derde in. Maar om het te meten hebben we dus die spectrofotometer nodig. Dan moet je die spectrofotometer ook vertellen wat nul is. En dat doe je met een buisje waar alleen het oplosmiddel in zit. Dus de blanco. Die heeft dus een concentratie van 0 mol per liter. En dat is de blanco. Daar stel je het apparaat mee op 0 en die heeft dus ook een extinctie van 0. Dan ga je buisje 1 erin doen en die heeft een concentratie van 1,2 maal 10 tot de min 4 mol per liter. En dan kun je de bijbehorende extinctie meten. En als je dat dan met een concentratie doet die hoger is, dan zie je ook hier dat de extinctie ook hoger is. En nog een hogere concentratie, nog hogere extinctie.
Er komt dus een rechte lijn uit. Nou zie je al dat die onbekende, waarvan we de concentratie niet weten, dat die inderdaad tussen de tweede en de derde in ligt. Maar om dat goed te kunnen bepalen, moeten we een eiklijn tekenen. Want we weten dat er een rechte lijn uit moet komen. Dus we zetten de concentratie op de x-as, de extinctie op de y-as en we zetten deze meetpunten uit in een grafiek. Die moet door de oorsprong gaan, hè? Dus want de blanco die zetten we op 0 en dan hebben we hier onze meetpunten. We weten dat er een rechte lijn uit moet komen, dus ik denk dat er bij buisje 3 iets misgegaan is. En die laat ik dus even buiten beschouwing. Dan krijgen we een mooie rechte lijn. Nou, dan kunnen we vervolgens die onbekende aflezen bij een extinctie van 0,578. En dan zie je hier dat de concentratie van de onbekende oplossing, die kun je dan aflezen, die is hier 2,38 maal 10 tot de min 4e mol per liter. Dat kun je ook met de wet van Lambert-Beer doen, want de E staat op de y-as. De C, die staat, de concentratie staat op de x-as. En de richtingscoëfficiënt is dus die epsilon maal die D maal de lichtweg. Dus als je de richtingscoëfficiënt bepaalt door delta I, of in dit geval delta E, gedeeld door delta X, oftewel delta C, kun je die uitrekenen. Nou, zo maak je dus een eiklijn volgens de wet van Lambert-Beer en kun je concentraties met een onbekende waarde kun je bepalen. Wil je dit nou oefenen? Kijk op mijn website bij oefenen onder 6 VWO bij hoofdstuk 13 vind je een oefenstensel over colorimetrie. Ik dank je wel voor het kijken en tot ziens bij een nieuwe aflevering van chemia.nl.